Hallo! Hey, goedendag mensen, welkom weer bij een nieuwe korte video. Vandaag zijn we weer in de Efteling. Ja, ik weet ook niet waarom, maar we gaan weer de winter Efteling weer onveilig maken. Doei! Nou goed, dit is de groep voor vandaag. We zijn met 7 man in totaal. We zijn nu in het Doolhof. Kijk, en hun komen er allemaal bovenuit. Maar jij komt er niet bovenuit, nee, hè? Ik kom er niet bovenuit, ik ben te klein, hè? Jij bent te klein. 1,465. Ja, jij vindt het niet leuk, hè? Jij vindt het niet leuk. Wat vind ik leuk? Ja, dat hij niet uitkomt? Jawel. Hij komt echt niet er bovenuit. Iemand die mijn wakse stoelen! Hi. Als je je afvraagt waarom dat we in het Doolhof zitten. Ja, ze bouwen geen flat rides in dit park. Dus ja, wat moeten we dan in onze dag mee vermaken? Zal de wachtrij meer dan een uur vol staan? Ja, dan moeten we ons hier eigenlijk hier maar mee vermaken, hè? Nou ja, Monsieur Cannibal. Maar goed, daar zijn we net al in geweest. Wij gaan nu naar Joris en de Draak. Wat is er? Nee, maak even een shotje van Patty. Oké. Okay. Hallo, welkom in het Doolhof. Het is hier betoverend. Nou, pas precies. Mooie ronding. Ja! We gaan de hoogte maar eens opzoeken. Hij is daar. Kelvin, je hebt hoogtevrees, of niet? Spring! Hij gaat zo ver van die rand, hè? Kijk, spring! Hey, Kelvin, heb je Tilburg daar, hoor. Heb je hoogtevrees, wacht. Nee, ik heb stand voor mezelf, hoor. De moer is daar. Dat trek. Heb je hoogtevrees, wacht. Nee. Jij niet? Nee. Ja, wij doen hem weer eens eventjes, Joris en de Draak. Nou, allemaal kul wat daar uitgevoerd wordt. En Patrick en ik die waren net al Joris en de Draak in geweest. Ik deed niet eens iets. Toen de rest naar Symbolica was geweest, maar ja, de wachtrij was 50 minuten voor Symbolica. En daar had ik dus geen zin in. En Joris en de Draak was maar 25 minuten, nu een kwartiertje, dus dat valt er helemaal mee. Dus gaan we hem nu nog een paar keer doen en dan gaan we dadelijk denk ik weer naar de Bok toe, net als vorig jaar. Trouwens wel nog een dingetje, die Kelvin die daar loopt, hè, die liep hem helemaal te schijten voor de Baron. En ook voor de Python eigenlijk, want ja, die heeft 2 loopings en 2 kurkentrekkers, maar de Python die valt reuze mee. Ik vind Joris en de Draak vind ik vele malen heftiger, ook vele malen leuker, dan de Python. Dus ja, hij denkt dat dit wel een tam baantje is. Dus ik hoop dat hij zich daarin vergist. Nou, dat weet ik wel zeker. Dus ik ben benieuwd wat zijn reactie is dadelijk aan het einde van de rit. Van de Arba gaan we naar het reuzenrad. La 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 la, daar is altijd wat te doen. Lekker zo. En boven in het reuzenrad zeg jij een zoen. Patrick, wat vind je er nou van? Wat vind je nou van een dagje Efteling? Ik zet deze even uit. Ik ga eraan. Wat vind ik van een dagje Efteling? Ik vind het tegenvallen. Tegenvallen? Leg het eens uit, jochie. Ik had Marijn voor gek verklaard dat hij zo negatief was over de Efteling. Maar nu ik er zelf geweest ben... Aha! Moet je wist het? Nee, het is niet lelijk allemaal, maar het is allemaal zo traag. Oh, we zijn er al.